dat ik bij het woord stond in de onder een andere en dan moet ik. Nou begint de prachtige weer te vallen. Ja, en het, ik denk dat het komende jaar alleen maar blijft groeien en bekender gaat worden. Dus kijken hoe groot het wordt en wat voor bekendheid dit geeft. Maar het ziet er gewoon heel mooi uit. Dank je wel. We gaan even met Benny Schreus rennen. We gaan kijken, want jij gaat mij vertellen hoe lang de haak met hem. Benny houdt de tijd in de gaten. We gaan ons eigen natuurlijk helemaal opmaken voor de startprocedure. Die krijgen al een seintje, diverse ploegen en deelnemers die zitten op hun plek al in de vak. Dus het is afwachten totdat Benny zo aanstonds aangeeft aan de wethouder. En die gaat natuurlijk 12 uur in klasse. Individueel, daar zijn wij natuurlijk op gefocust met Jos Engelen. We zijn in de vorig jaar zo'n 500 kilometer op de Veluwe's te brengen in de 24 uur van Vulwerk. Met hier gaan de mensen nog eens keer moeten spreken hier bij de start over terug. De 24 uur of de 6 uur, of wat het ook allemaal mogen zijn, staat allemaal keurig opgesteld in de startmaken. Ik heb het wel eens ooit aan de zin. Overigens, dames en heren, dit zou natuurlijk een fantastisch parcours zijn voor een wielkampioenschap. Ik denk dat we alles in huis hebben om dat te realiseren. En als het gaat over de organisatie, die staat ook al voor een stuk. Die zijn ook bereid om daarmee bezig te zijn. Dus wat dat betreft liggen hier volgens mij mogelijkheden. Mensen, we gaan de laatste minuut in. Dus de laatste minuut, we vragen de verzorger zich tussen de deelnemers uit te gaan staan. Dan. Mannen, kom thuis en veel succes! Thank you.
dan de fietsonder. Hierbij worden we vaak steeds meer stukken in parcours aangelegd met rotsen en boomstammen en verschillende dingen. Dus ook hier op parcours, het Olympisch parcours, dat was het gewoon eigenlijk voornamelijk weiland en het volledig aangelegd. En eigenlijk waar wij hier hebben liggen is eigenlijk een vergelijking qua ondergrond met ook met de Olympische Spelen wat meer. De ondergrond is perfect, mooi wat hoogteverschil erin. Dus met flink wat rotsen en wat handwerk kun je hier echt een schitterend parcours aanleggen. Dus dit heeft zeker wel potentie om een wereldbeker parcours te worden, denk ik. En dat is ook de bedoeling om wij hier te gaan realiseren. En mijn ervaring ook met de Olympische wedstrijd was, het is natuurlijk een schitterend evenement. Er wordt heel het jaar al naartoe gewerkt om al daar mee te mogen doen, om daar je eigen voor te kwalificeren en anderen dan bij te zitten. En als enige Nederlander daar mee te doen, dat was natuurlijk prachtig. Nou was de wedstrijd niet helemaal verlopen zoals ik wou. Uiteindelijk 17e en ik mikte eigenlijk ook een top 8, maar uiteindelijk toch weer een mooie meegemaakt te hebben. En, hopelijk hier in de toekomst ook een grote wedstrijd. En, het is wel mooi om hier voor het thuismuziek te kunnen fietsen, denk ik. Dankjewel. Straks jullie even zitten praten. En ik heb van Fabio Tatwa straks hier van Vrije Tijd uit Brabant. En de mensen van het SW hebben contacten mee. Okay. 3, 2, 1, 1.
staan al bij de finish. Mannen van de 6 uur kennen. Bij de finish staan wij. We krijgen in de eerste binnen. IMAX zit op een vierde plaats in de tussenstand. Ja, wordt afgevlakt. Ja, dat is goed. Dan maak maar je foto's. Want zijn tijd is om. Goed, joh.